Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Mastercard. UEFA Champions League sponsors. Schop, weggehaald daar met het hoofd door Savic. De Montenegrijn Angelino terug naar de buitenkant. Vierde minuut van de wedstrijd. Leipzig met toch een nieuwe gevaarlijke voorzet. En dan een enorme kans hier in dus de openingsfase voor Halstenberg. Maar die mist zijn schot compleet. Een reuze kans. Nu zetten ze het blok wat lager. Laten ze Atletico wat meer rust aan de bal. Carrasco liet hem lopen. Voelde Lodi komen. En nu Carrasco nog een keer. Oh! Yannick Carrasco. Dit is beter werk van Atletico Madrid en van onze landgenoot. 13e minuut en bijna de openingsgoal. Ja, voor het eerst. Weinig druk op de balbezitter. En Carrasco kan doorlopen. Lange 1-2 eigenlijk. Hier met Lodi. Goed afgewerkt, goede save van Goulashy. Kampel. Opnieuw een omsingeling, maar dan zie je dan een dubbele gordel. 2 keer 4. Ja, probeer daar maar eens door te voetballen. Bijna niet mogelijk. En als ik dat zeg, gaat Paulsen misschien gevaarlijk zijn. Of deze man, Laimer, naar de buitenkant. En dan de voorzet en de kopbal en de goal. Dani Olmo. Natuurlijk, natuurlijk gebeurt het als wij benadrukken, Wim, dat die dubbele gordel bijna niet te verslaan is. Natuurlijk scoren ze dan 5 minuten na de rust. Leipzig 1, Atletico 0. De ban is gebroken. En nu moet Atletico wel reageren. Ja, prachtig uitgevoetbald. Heel veel mensen rond de 16 veerstations. En dan uiteindelijk de rechterkant met overzicht. Kampel, Laimer ook nog daar. En de voorzet van Sabitzer. De zuiverheid in de eindpaas, ook ontbreekt, al in de eerste helft, ontbreekt soms. Voor de rest behalve daarnet bij het doelpunt. Heel erg zuiver, hè? Tot aan die 16. João Félix, die tolt toch een en ander tot dusver. Krijgt hem terug, gaat hij ook scoren. João Félix voor de gelijkmaker, de tackle. Hij geeft de penalty. En geeft penalty, uitgelokt. Kijk hier, dus de tackle. Ja, zuivere strafschop, zuivere strafschop. João Félix, dit kan een kantelmoment worden in deze kwartfinale. De penalty van de jonge Portugees. En hij trapt hem binnen. Het scheelt niet veel hoor. Goulashy ging naar de goede hoek. Maar het staat 1-1 op 20 minuten van het einde. Nagelsmann, Simeone. Wat verandert dit veel voor hen? Veel. Goede invalbeurt. Schitterende invalbeurt. Penalty duidelijk. Carrasco even volgen, afgeweken schot. Ja. En dat gaat er niet zo heel ver naast. Carrasco, goede actie. Ja, dreigend. Atletico opeens. Een heropleving voor Atleti. Financieel sterk intussen ook. Al die Champions League deelnames. Nieuwe stadion. Angelino. Angelino, dit is de kans. Dit is de kans voor de winning goal. En daar is hij. 2-1 Leipzig, Nagelsmann ziet zijn invaller scoren. Tyler Adams in minuut 88 krijgen we dan toch geen verlengingen. Afgeweken schot, daardoor is Oblak geklopt. Is Jiménez de man die hem tegen het lichaam kreeg en die bal doet deviëren. 2-1, ongelukkig voor Atletico, maar Leipzig op weg naar de halve finale. Schitterende tik hier van Sabitzer. Marcelini of Angelino er net al diep gegaan. Een paar keer heeft hij hem niet goed afgelegd. Hier doet hij het wel goed met die 45er. En daar schitterend van Sabitzer. Oblak mag de bal nog eens in het spel brengen met een lange trap. Richting João Félix. We voetballen nog. Doorgekopt, daar is Morata.
en Goulashy, overtreding van Morata. Nu is het afgelopen. Maar dan waren ze bijna nog. Dat zeggen we al twee, drie keer. Ja, is geraakt aan de arm. Ja, maar oké. Daar is het laatste fluitsignaal. En dan is de uitschakeling van Atletico Madrid een feit. Razenballsport Leipzig. Club die nauwelijks een jaar of 11 bestaat. Kwartfinale was uniek. Halve finale is dat zeker. Zij spelen tegen Paris Saint-Germain volgende week dinsdag. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken. En Mastercard, UEFA Champions League sponsors.